Vandaag gaat het hebben over energiediagrammen. En zoals je ziet heb ik twee diagrammen getekend. En we gaan ze met elkaar vergelijken. Allereerst de X en de Y-as. Op de Y-as zie je hier energie staan. Ja, toenemend van weinig naar veel. Ik heb daar voor de rest geen maat bij gezet. En je ziet hier op de X-as de beginstoffen en reactieproduct. En wat we hier zien, we kijken eerst naar het linkerplaatje, is een reactie die verloopt. We hebben hier beginstoffen, we hebben hier producten aan het eind van de reactie en dan gebeurt dus iets. En wat we hier zien is dat als we de zwarte lijn volgen, dat er moest eerst energie in het systeem. Hè, die stoffen moeten meer energie krijgen en dan eindigen ze hier met minder energie. Het verschil in energie wat uit de reactie komt is de reactie-energie. En als er, zoals je dat hier ziet, als de producten minder energie bevatten dan de beginstoffen, ja, dan is er dus energie uit de reactie gekomen en dan is de reactie-energie dus positief. En dan noemen we dat een exotherme reactie. En dat kunnen we zien, ja, bijvoorbeeld doordat er licht uitkomt, of dat kunnen we voelen, omdat onze reageerbuis warm wordt. Als we dat vergelijken met het rechterplaatje, dan zien we dat de beginstoffen en de reactieproducten dat die ook een verschil hebben in energie. Hier zitten de reactieproducten alleen boven. Hè? Die hebben meer energie dan de beginstoffen. En die energie hebben ze gekregen. Die kregen ze van de omgeving. En wat we zien is dat, wat we vaak kunnen voelen, is dat die energie, die is, dat is temperatuur geweest. De temperatuur van de omgeving wordt kleiner, die wordt kouder en die energie wordt opgenomen in het systeem en de producten die hebben dan meer energie gekregen. En dat kan je voelen omdat je buisje wordt kouder of de omgeving wordt kouder waarin die reactie optreedt. Ook hier het verschil is ook weer reactie-energie. Dan kunnen we met een foefje kunnen die hobbel die je hier ziet, die activatie-energie die we zo noemen, die kunnen we verlagen. Dus je kan hier wel zien dat je moet een enorme berg over om hier terecht te komen. En die berg is de activatie-energie. En die activatie-energie, die zou je, als je die reactie sneller wil laten verlopen, die wil je omlaag krijgen, zodat het met je met minder moeite, dat je toch hetzelfde resultaat krijgt. En dat is belangrijk, want uiteindelijk krijgen we wel hetzelfde resultaat. Nou, dan moeten we een katalysator toevoegen. En die katalysator, die versnelt de reactie. En die versnelt de reactie op een manier dat die toestand, geactiveerde toestand, nog steeds plaatsvindt, maar bij veel minder energietoevoeging. En dan verloopt de reactie dus makkelijker. Je ziet hier dat die activatie-energie in plaats van zoveel, is die minder dan de helft geworden. En datzelfde gebeurt in die endotherme reactie ook. De activatie-energie wordt door toevoeging van een katalysator, die wordt minder. En daardoor verloopt de reactie sneller. Erg belangrijk is dat die dat die producten, die reactieproducten, dezelfde energie hebben met of zonder katalysator. Goed onthouden, daar gaan we proefwerkvragen over krijgen. Hier ook, er gebeurt dus niks met de reactie zelf. Alleen die katalysator die verspoedigt, die versnelt de reactie door de activatie-energie naar beneden te krijgen. Nou, er zijn natuurlijk er zijn meer voorbeelden van hoe we de snelheid van de reactie, hoe we die kunnen opvoeren. We kunnen een verdelingsgraad, verschillen. Een magnesiumstrip verbrandt veel langzamer dan magnesiumpoeder. De ene soort stof verbrandt bijvoorbeeld sneller dan de andere. De temperatuur, de concentratie van die stof en het wel of niet toevoegen van een katalysator, een kat. En in biologie noemen we dat vaak een enzym. Dus als we het over een biologische reactie hebben die versneld wordt op deze manier, dan noemen we het vaak een enzym. En dan hebben we over een scheikundige reactie, noemen we het een katalysator. Maar die twee dingen lopen een beetje door elkaar. Heel belangrijk, energiediagrammen. Voor ons scheikundigen maken we door middel van zo'n diagram komt heel veel zichtbaar, wordt heel veel zichtbaar over een reactie. Je kan je heel veel informatie uithalen. En wij vragen jullie als leerlingen dan ook om dit te begrijpen en om dit te kunnen toepassen. Dus je kan dit soort schema's kan je verwachten in vragen, op toetsen. En dan moet, dan moet je bepaalde dingen over weten, moet je dingen over kunnen opschrijven. Dus probeer te oefenen, probeer ze zelf te tekenen. Veel succes!